we gaan door met partij nummer 15. We gaan kijken naar een K1-gevecht in de N-klasse bij de heren tot 70 kilogram. Vechtend vanuit de blauwe hoek komt uit namens Versus Boxing in Brussel. Laat u horen voor Ousmane Ndaya. Ja, dames en heren, daar is hij, de man in de blauwe hoek, Ousmane Ndaya. En dan nu, zijn tegenstander vechtend vanuit de rode hoek, komt uit namens Team Thriving. Hier is Gerloni D'Abreu de Paolo. Gerloni D'Abreu de Paolo. We gaan kijken naar partij nummer 15. K1 en klasse tot 70 kilogram. Blauwe Ousmane Ndaya tegen de mannen de rode hoek. Gerloni D'Abreu de Paolo. We vechten drie rondes van anderhalve minuut. Scheidsrechter Norinjoen.
Ja, dames en heren, u keek naar partij nummer 15. Graag ook nu weer een groot applaus in dit geval voor Usman Ndaye en Gerloni D'Abreu de Paolo. En de winnaar van deze partij is geworden de man in de blauwhoek, Usman Ndaye.